Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag gaan we weer een aantal reviews bekijken. En het wordt de clash tussen jong en oud. Aan mijn linkerkant zien we de oudere spellen, die dateren al van voor 2010. Ja, dat is oud in deze tijden. En aan de andere kant de vrij recente spellen. Dan hebben we nog één spel dat hier ontbreekt op dit moment. Laten we eens kijken naar mijn reviews. Havana is het spel dat ik heb weggegeven en dat is een spel dat er qua looks niet meer zo fantastisch uitziet in deze tijden. Nu, de componenten zijn wel zeer degelijk. De tegeltjes van de gebouwen, dat hadden niet per se tegeltjes moeten zijn, kon ook kaartjes geweest zijn. En er zijn redelijk wat houten componenten. Alleen ziet het er allemaal niet zo fraai uit. Het heeft een bepaalde oranje kleur die mij niet echt aanspreekt. En de doos is eigenlijk ook wel wat groot voor het spel dat het uiteindelijk in zit. Het idee van Havana is dat je eigenlijk 2 van jouw 13 actiekaartjes de hele tijd voor jou hebt liggen. En daar staan nummertjes op. Degene die in totaal het laagste getal heeft, die mag als eerste aan bod komen. En dat kan heel belangrijk zijn in beurtvolgorde. En dan ga je beide effecten van de kaartjes uitvoeren. Maar op het einde van iedere ronde moet je 1 van die 2 kaartjes terug overleggen. Dus ga ik nu mijn laagste cijfer, dat niet zo'n sterke actie is in de meeste gevallen, ga ik dat nu bedekken. Maar dan kom ik misschien later aan de beurt, want dat bepaalt spelersvolgorde. Of ga ik toch mijn sterkere actie bedekken, die van achter ligt in mijn getal. Dilemma's op dat vlak. Plus, je bent eigenlijk samen aan het racen voor als eerste de gebouwen die in het midden liggen af te maken. Maar resources hangen nooit vast aan jou met lijm. Het kan altijd zijn dat je ze kwijt bent, vooraleer je volgende beurt kan doen en het gebouw kan kopen. Het kan ook zijn dat het gebouw wordt geëlimineerd. Je hebt eigenlijk weinig zekerheden dat je dingen kunt behouden. Dus de entertainment komt vooral van het slim die kaartjes spelen. Proberen in te schatten wat andere spelers gaan doen op welk moment. Afhankelijk van het geld dat er in de pot ligt, afhankelijk van de gebouwen die als eerste beschikbaar worden om te bouwen. Ja, of afhankelijk ook van wat de grondstoffen zijn die anderen op dat moment hebben, die je potentieel kan stelen. Heb je veel grondstoffen, dan wil je wel overwegen om in je volgende beurt een beschermactie te spelen. Maar door die beschermactie te spelen, ga je ook weer iets anders moeten laten. Dus ja, dit is een spel met heel veel interactie, dus mensen die daarvan houden, die gaan hier eigenlijk echt op een wenkje bediend worden. Nu, qua toegankelijkheid, het is eigenlijk een heel makkelijk spel. Nu, dat doet het niet vermoeden door al die acties die je eerst een beetje moet verkennen, maar ze zijn allemaal relatief eenvoudig. En toch zit er genoeg in om hem vaker te spelen. Nu, ik persoonlijk vind hem denk ik leuker met 2, omdat je dan beter kan inschatten wat er gaat gebeuren. En je moet gewoon rekening houden met 1 tegenstander. En je probeert die te slim af te zijn. Maar met 4 komt het pas helemaal tot leven, maar dan is het voor mij net iets te chaotisch. Dan heb je niks meer in de hand. Dat is toch het gevoel dat ik er dan bij krijg. Maar ik denk dat veel mensen net dat gedeelte er leuk aan gaan vinden. Laten we dan eens een kijkje nemen naar Teotihuacan. En een kijkje nemen, dat wordt een moeilijk, want er zit best veel in het spel. Qua vormgeving heeft het wel een opvallend kleurenpalet. Al opvallend in de zin van het is heel anders. Maar het valt helemaal niet op. Het ziet er heel gebleekt uit. Dus dat past misschien wel een beetje bij het thema. Maar het spreekt mij niet tot de verbeelding als ik dit op tafel zie liggen. Ik denk dat de doos misschien dat het mooiste component is wat mij betreft. De entertainment komt vooral van het simpele beginsel dat je een dobbelsteen 1 tot 3 vakjes mag verplaatsen en daar de actie uitvoeren of daar afhankelijk van hoeveel dobbelstenen er zijn cacao verzamelen. Dat vind ik een geweldig principe. En dan heb je nog de andere actie dat je je dobbelstenen kunt vastzetten en dat is een beetje een gokje van oké, ik krijg er nu wel iets voor, maar dan heb ik minder dobbelstenen die ik in de volgende beurt kan verplaatsen. Is het dat waard? Dus je kan eigenlijk wel gemakkelijk een aantal beurten vooruit plannen. Alleen kan er af en toe iemand, een andere speler, op een bepaald veld terechtkomen waar jij naartoe wilt gaan. Dan kan het zijn dat die actie duurder wordt, waardoor jij niet meer genoeg cacao hebt om die te betalen. Dus dan is jouw plan dat je door 1 cacao tekort helemaal aan duigen. Tenzij je nog een andere manier vindt, en soms zijn die er wel om aan die resource te geraken. Een ander leuk aspect aan de dobbelstenen is dat je ze iedere keer upgrade, dus een getalletje omhoog doet wanneer ze een actie uitvoeren, totdat ze een ascension gaan meemaken. Dus dan gaan ze van een 6 naar een 1 terug. En dan mag je daar een bepaalde bonus mee doen.
Ik vind dat een heel sterk gedeelte van het spel. En dat is interessant ook, maar het voelt ook overpowered aan ten opzichte van andere dingen. Nu, ik heb niet zoveel gespeeld dat ik mezelf als kenner kan beschouwen. Maar ik heb wel het gevoel dat dat toch wel essentieel is om het spel goed te spelen. Andere aspecten vind ik minder interessant persoonlijk. Dat zijn de sporen waar je op naar boven werkt. Ik denk dat je maar één van de sporen tot op het maximum kan krijgen. En in verhouding vind ik dat je er veel te veel moeite voor moet doen om daar ook effectief te geraken. In vergelijking met gewoon de Ascension die iedere keer 5 punten kan opleveren. Dus ik heb op dit moment nog mijn twijfels of die balans wel goed zit. Maar dat neemt niet weg dat de mensen met wie ik het heb gespeeld het allemaal een leuk spel vonden. Omdat er toch wel een interessante kern in dit verhaal zit die mensen aanspreekt. Qua toegankelijkheid is het niet een spel dat ik aan iedereen kan aanraden. Maar het is vooral een spel dat moeilijk is omdat er veel symbooltjes zijn, veel speciale effecten, veel dingen waar je aan moet denken. Maar in essentie zijn de basisregels niet zo moeilijk. En ik denk dat die iedereen gemakkelijk kan oppikken. Het zou me niet verbazen moest hier ooit een light versie van komen. Een roll-and-ride misschien zelfs. Die eigenlijk die kern van het verhaal, die leuk is. Dat jij daar een afkooksel van neemt en dat giet in een nieuw spel. Dat door iedereen gespeeld kan worden. Wat de variatie betreft in het spel heb ik wel het gevoel dat daar het schoentje een beetje knelt. Er zitten tegels bij om de volgorde van dingen te veranderen, om dingen om te wisselen. Misschien hier en daar een paar nieuwe eigenschappen. Maar dat brengt mij weinig meerwaarde aan het spel. Ik heb het gespeeld met zo'n variatie en ik merkte het eigenlijk niet dat het aanwezig was. Op naar de volgende en dat is Cora. Het spelletje dat nu is uitgegeven door White Goblin Games, oorspronkelijk door Yellow. Ja, dat wil zeggen dat de componenten geweldig eruit zien. Zelfs tot de insert toe, die wil ik even laten zien. Dit is gewoon fantastisch gemaakt. En dan heb ik het nog niet over het meest fantastische component gehad. Dat zijn deze bordjes met relief voor jouw pionnetjes in te zetten. Ik heb er zelfs aan gedacht wanneer je jouw ras, jouw volk hier inlegt, dat je het er ook weer gemakkelijk kan uithalen door hier een inkeping te houden. Dat soort details, daar hou ik van. Dat maakt de vormgeving gewoon af. Bovendien heb ik wel een grote voorliefde voor deze niet zo alledaagse spelerskleuren. Ik vind ze er mooi uitzien, goed van elkaar te onderscheiden en toch niet de klassieke kleuren. Wat mag je dan qua entertainment van dit spel verwachten? Dit is in feite een Civilization game. En dat merk je het meest aan het feit dat je jouw rijk gaat uitbouwen. In het spelletje rol je 2 dobbelstenen en die 2 dobbelstenen bepalen welke acties je kan doen. Iedere actie heeft een bepaald nummertje. Je kan altijd een actie kiezen die gelijk of lager aan jouw dobbelstenen is. Maar er zijn mogelijkheden om jouw dobbelstenen te manipuleren. Dus eigenlijk valt dat dobbelsteen geluk nogal mee, tenzij je veel risico's neemt. Dan kan het zich wel eens wreken als je dan slecht rolt. Met behulp van de acties ga je proberen op verschillende sporen vooruit te gaan. Je probeert politieke kaarten te spelen die jou verder gaan helpen om bepaalde acties uit te voeren. Je probeert aan geld te geraken, je probeert aan kennisfiches te geraken. Door bijvoorbeeld jouw legeractie te doen, dan kan je aanvallen. Kortweg, je kan tal van dingen doen en dan komt er de fase waar dat je op 1 van jouw 3 sporen, economie, cultuur of leger, kan vooruit bewegen. En dat kost dan muntjes, dus je moet wel muntjes verzameld hebben. Want je wil vooruit op die sporen, want die zijn belangrijk. Maar je moet altijd kiezen. Je kan niet op alle 3 tegelijk vooruit en dat zou je soms eigenlijk wel willen. De herspeelbaarheid is ook heel goed, want je hebt 7 verschillende volkeren om uit te kiezen. Je hebt dan ook nog eens politieke kaarten die ieder spel verschillend gaan zijn. En de gebeurtenissen zijn op 2 gebeurtenissen na altijd verschillend. Nu is gegeven ook dat ieder volk heel verschillend kan zijn door de ontwikkelingsdoelen die ze hebben. Gaat dat ook wel zorgen voor heel veel variatie, maar ook een deel van de entertainment. Van hoe ga ik nu met dit volk het meeste uithalen? Toegankelijkheid is een beetje apart. Op zich is het allemaal niet moeilijk, maar het is maar goed dat er een volgorde van de rondes op jouw bordje staat. Dat kan iedereen mooi meevolgen. En uiteindelijk speelt het zelfs zo vlot dat je de neiging hebt om stappen over te slaan die je eigenlijk nog moet doen. Het probleem met de toegankelijkheid is vooral dat de eerste keer weet je niet goed waar het naartoe gaat gaan. Dus de meeste mensen die het met mij spelen willen het nog een keertje opnieuw proberen. En dan de tweede keer weten ze tenminste wat ze aan het doen zijn. En dat is heel gek met dit spel. Maar doordat ze weten wat ze aan het doen zijn, duurt het spel de 2e keer meestal langer.
En het lijkt ook in het begin dan of je niks meer kan. Ja, omdat het zich zo opbouwt en opbouwt gedurende het hele spel. Dat je op het einde van het spel zoiets hebt van, oké, ik kan hier wel wat. Ik heb manoeuvreerruimte en dan kom je terug naar die eerste ronde en dan is dat, ik kan niks. Ik kan niks. Ik heb het twee keer met twee verschillende mensen meegemaakt dat ze in het tweede spelletje echt blokkeerde precies bij de eerste beurt. Heel bizar. Dan moeten we het ook eens na lange tijd hebben over Puerto Rico. Puerto Rico is een spelletje dat ik al vrij lang in mijn bezit heb, maar dat toch heel moeilijk op tafel komt. Het heeft ten dele met de vormgeving te maken die er nu heel oudbollig uitziet. Ik denk dat het spel al van 2002 is. Toen was dat misschien de norm, haalde dat de norm, overschreed dat misschien zelfs de norm. Maar nu is dat echt dramatisch eigenlijk om aan te zien. Het is heel moeilijk om Puerto Rico in één oogopslag samen te vatten. Maar het idee dat de kern is van de zaak is dat er een aantal rollen beschikbaar zijn. Iedere speler kiest een rol. En die rol wordt uitgevoerd door alle spelers. Maar die speler die heeft gekozen, die krijgt een bepaald voordeel bij die rol. Zo gaat een van de rollen ervoor zorgen dat je gebouwen kan kopen die jou speciale eigenschappen geven. Dat is ook nog iets dat mensen er leuk aan vinden. Maar het draait eigenlijk vooral om het produceren van goederen en die daarna ook te verkopen voor punten of voor geld. En dat op zo'n efficiënt mogelijke manier te doen. Een beetje inspelen op de markt. Dus ja, ik denk ook dat dat het voornaamste is waar de entertainment van komt. De juiste rol kiezen is heel belangrijk. Je hoeft niet altijd een rol te kiezen omdat jij die actie wilt doen. Want als je ervan uit kan gaan dat een andere speler die rol gaat pakken en je hoeft niet per se het voordeel te hebben, nou, laat die dan maar pakken. Dan pak ik wel iets waar ik wel het voordeel van wil hebben. Dus dat inschatten van andere spelers komt erbij kijken. En dan vooral ja, die motor op gang krijgen. Maar ja, daar is ook een probleempje, namelijk de grondstoffen die je kan maken, die zijn beperkt. En dat is in zekere zin een blokkade, maar dan gaan mensen die het spel vaak spelen, gaan het net als de uitdaging beschouwen eigenlijk, het interessante aspect. Ik vind Puerto Rico niet per se een toegankelijk spel, omdat er een hele metagame achter zit. En je kan het spelen zonder, maar ik denk gewoon dat het beter tot zijn recht komt als je het al een keer hebt gespeeld, als iedereen eigenlijk aan tafel het even vaak heeft gespeeld. Dus dat je op hetzelfde niveau zit en je hebt zowat de ervaring om logische keuzes te maken, goede keuzes. Want in het begin is het niet heel duidelijk hoe je aan die punten moet geraken op een goede manier. De herspeelbaarheid zit het in het variëren in de gebouwen. En als je hem vaak genoeg speelt, weet je ook welke gebouwen je zeker wel en zeker niet moet kopen. Wat je in het spel doet, wat je iedere ronde doet, zelfs, is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Maar er zit een zekere evolutie in het spel. En die zorgt ervoor dat je wilt gaan herspelen om dat beter te doen. Dan hebben we nog Arena, Roma 2. Er is al een Roma 1 geweest. Dit is Roma 2, maar ze hebben dan een andere overkoepelende titel aangegeven. Je kan ook beide spellen samenspelen, heb ik nooit gedaan. Je kan het spel alleen maar met twee spelers spelen en het is een echt duel met dobbelstenen en kaarten. En ik vind de kaarten eigenlijk wel een mooie art hebben, een degelijke art. Hoe werkt het spelletje eigenlijk? Je krijgt 3 dobbelstenen die je rolt en daarmee ga je beslissen wat je daarmee doet. Neem ik zoveel geld als er ogen op staan? Neem ik zoveel kaarten om uit te kiezen? Ik mag er altijd wel maar eentje houden. Je hebt in het midden eigenlijk een soort van weggetje waar dat alle cijfers van 1 tot 6 op staan. En je kan op iedere positie 1 kaart aan jouw kant leggen en de tegenstander kan dat dan ook. Als ik bijvoorbeeld een 3 heb gerold, kan ik de kaart op positie 3 activeren als ik dat wil. Dus je moet de dobbelstenen toewijzen op het juiste moment. Daar zit natuurlijk geluk mee gemoeid, want je werkt met dobbelstenen. Het is net iets meer dan geluk alleen. En een gezonde dosis tactiek helpt ook wel. Want wat is het doel van het spel? Je probeert zoveel mogelijk punten te verzamelen, maar er is een beperkte voorraad aan punten. En het spel eindigt als die punten op zijn. Of het zou ook kunnen dat een van de beide spelers geen punten meer heeft. Dan is het spel ook meteen gedaan. En dat kan best gebeuren, want ja, je hebt daar kaarten liggen van 1 tot 6. Je hebt dat zo'n 7e plaats, daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar iedere plaats die niet bezet is, als jij je beurt begint, daar betaal jij 1 punt voor. Dus dan geef je terug een punt aan de voorraad. En dan zit een soort van gevaarlijke balans tussen die twee. Je kan je op bepaalde momenten in een situatie bevinden waar je denkt, ik moet meer punten hebben, want ik zit te dicht bij de nul. Maar als ik nu nog meer punten haal, dan zijn de punten op en dan wint mijn tegenstander het spel. Dus ik wil misschien 1 puntje bijhalen, maar geen 2 meer of zo.
Dat is een bijzondere situatie die ik in andere spellen nog niet ben tegengekomen eigenlijk. Dat je doelbewust geen punten wilt scoren, maar je wilt punten afpakken van de tegenstander. Het is eigenlijk een constant getouwtrek tussen die twee. Dus wat toegankelijkheid betreft, dit spelletje is eigenlijk heel gemakkelijk aan te leren, maar het spel gaat beter tot zijn recht komen als de spelers de kaarten kennen. Dus hoe vaker je het speelt, hoe beter dit spel gewoon wordt. Omdat je dan ook naar bepaalde combos op zoek kan gaan in die deck. In het begin heeft het bijvoorbeeld geen nut om een 6 te leggen om 6 kaarten te bekijken en er dan eentje te houden. Dat geeft gewoon heel veel tekst om te lezen. Maar als je weet welke kaart je wil hebben, dan wil je misschien zelfs meerdere 6'en daar leggen om dat kaartje te vinden. Het probleem met het spel qua toegankelijkheid is dat je niet op voorhand gaat weten hoe lang het juist gaat duren. Ik heb een spel gehad dat 2 uur bezig was, waar dat ik eigenlijk constant op het nippertje van de dood kon ontsnappen. En ook nog net de tegenstander kon weerhouden om alle punten op te souperen. En het kan ook in 20 minuutjes, een half uurtje gedaan zijn. Dus je weet het niet zeker op voorhand. Doordat het zo'n getouwtrek is, kan het getouwtrek soms lang blijven duren. Ja, dan moeten we eens gaan kijken naar de ranking van deze spellen. Dat gaat misschien een beetje onverwacht zijn. Maar besef heel goed, dit is mijn persoonlijke mening, dus het kan niet fout zijn. Jullie kunnen een totaal andere mening hebben en dat is ook fijn. Maar qua mijn inschatting staat Puerto Rico op 5. Ik weet het, het is een klassieker, heel geliefd bij een select publiek zeker en vast. Maar voor mij is het outdated. Voor mij, als het vandaag zou uitkomen, zou het volkomen genegeerd worden. Zelfs met betere art zou ik denken. Heel twijfelachtig of het nog populair zou worden. Maar in zijn tijdsvak was het zeker een hoogvlieger. Maar ondertussen zijn we toch wel geëvolueerd. Dit spel is zo uitbundig geanalyseerd dat het eigenlijk een metaspel wordt waarbij een optimale beginroute is uitgestippeld. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem. En als je naast een speler zit die nog nooit heeft gespeeld, heb je een oneerlijk voordeel. Dergelijke dingen. Hoezeer ik sommige aspecten van het spel ook kan appreciëren, zoals de keuze van de rollen of het uitbouwen van jouw plantages. Er zijn anderen die me zo hard tegensteken dat ik dit spel liever niet op tafel breng. En dan heb ik het over de beperkte voorraad aan resources. Tellen van de punten in het begin van het spel gewoon. Van oké, dit zijn de punten beschikbaar en dat is een eindtrigger voor het spel. Dat is belachelijk gewoon. Dat zou ik nu niet meer op tafel durven halen. Op 4 zet ik dan een van de nieuwe spellen, zowaar. En dat is Teotihuacan. Ook hier zitten weer goede dingen in het spel. Het verplaatsen van die dobbelsteen vind ik leuk en simpel gehouden. Dat je daar dan moet kiezen of je cacao bij krijgt, afhankelijk van het aantal dobbelstenen. Of cacao moet afgeven voor de actie uit te voeren. Dat vind ik allemaal goed. Maar ik vind de acties in veel gevallen een beetje saai. Er zit weinig in waarvan ik denk, oh, ik wil niet per se dat doen. Ik hoop niet dat iemand er naartoe gaat, zodat men... Ik mis zo'n beetje de spanning. Ook die sporen, dat spreekt me totaal niet aan. Het is veel moeite doen om daarop vooruit te geraken voor relatief weinig beloning, vind ik dan. Dobbelstenen vastzetten. Ik heb het gevoel dat dat gewoon niet opweegt tegen de nadelen daarvan. Ik heb niet het gevoel dat het spel helemaal in balans is. Er zijn tal van uitbreidingen, maar dan denk ik, ho jongens, dit heeft de enige uitbreiding die dit spel nodig heeft, is regels schrappen. Ik heb het gevoel dat dit nog niet af is naar mijn persoonlijke beleving. Ik zou hier nog dingen in schrappen, nog dingen veranderen. Om deze ruwe diamant, er zit echt wel iets in om die af te maken. Goed, dat waren de ergste en ik weet dat ik nu veel mensen in het harnas heb gejaagd. Maar bij de volgende spellen ga ik dat zeker niet doen, want er zijn weinig mensen bekend met deze volgende spellen. En op 3 staat dan bij mij Arena Roma 2. Het is een dobbelspel en geluk is wel een grote factor die hier meespeelt, maar toch vind ik het iets hebben waardoor ik denk van, ik zit er niks mee in om dit te spelen. Ik vind dat er interessante keuzes in zitten. Maar je kan echt genaaid worden door de dobbelstenen. Dat staat als een paal boven water. Dus ik denk niet dat het een spel is dat ik echt als strategisch kan beschouwen. Maar het is wel een leuke activiteit om te doen als je zegt, ik heb een zondagmiddag waar dat je en je partner bijvoorbeeld niets te doen hebben. Dan zie ik het wel als leuk om boven te halen. Niet wetende hoe lang het juist gaat duren, maar je hebt toch altijd... Het is eigenlijk ook wel zo'n spel waar je zelfs de keuzes van een tegenstander kan appreciëren, omdat dat mooi uitdraait. Zo, er zit een soort van genialiteit in het spel. Ja, ik vind het wel leuk.
Toch staat Havala net dat trapje hoger, omdat ja, het doet wel die dingen juist die Arena fout doet eigenlijk. En de tijdsduur is daar wel mooi nader bepaald. Het eindigt van zodra iemand een aantal punten heeft gehad. En dan is er dan een fail-safe mechanisme. Moest dat te lang duren? Moest er te veel gebouwen geëlimineerd worden of zo? Het eindigt ook als de blokjes allemaal zijn uit de zak tevoorschijn gekomen. Ja, dat werkt dan net iets beter. Ik denk wel dat hem op deze positie enkel staat als een tweespelerspel. Omdat ik dan ook dat extra laagje kreeg van ik ga proberen in te schatten wat mijn tegenstander gaat kiezen. En met 4 was dat gewoon pure chaos. Ik moet er wel bij zeggen, deze heb ik het minst van allemaal gespeeld. Het zou kunnen als ik hem vaker speel, maar ik heb hem dus nu niet meer. Dat hij nog zou schuiven in een positie lager, misschien zelfs nog wat dichter naar de nummer 1 plaats, zou ook goed kunnen. En op 1 staat Cora. Op alle vlakken eigenlijk scoort hij het beste. Zowel de presentatie van het spel ziet er geweldig uit. Buiten, er is nogal veel bash gebruikt misschien. En dan dat ene feitje, er is geen startspelerfiche. Dat is toch een gebrek in een spel waar dat af en toe ertoe doet. De dingen die me er wel aan aanspreken, zijn die dobbelstenen die eigenlijk heel flexibel te gebruiken zijn. De verschillende paden die je kan bewandelen. En dat ja, ieder volk anders speelt. Ik vind het op dit moment nog moeilijk zeggen of ze allemaal in evenwicht zijn. Of er volkeren sterker zijn. Soms lijkt dat wel zo. Maar ik heb het gevoel dat veel afhangt van de politiekkaarten. Ik denk dat er soms wel een combo kan ontstaan van een politiekkaart met een bepaald ras die heel sterk is. Maar om een ras overpowered te noemen, daar ben ik heel twijfelachtig over. Ik denk dat ieder ras kan winnen en verliezen. En wat meer is, ik vind het zo'n leuk spel, omdat ik nog altijd niet door heb hoe ik het goed moet spelen. Ik speel het persoonlijk ook een beetje op buikgevoel. En het grappige vond ik het moment waarbij mijn tegenspeler, die dat spel al 2 keer had gespeeld en toen voor de 3e keer terugkwam, tegen iemand nieuw speelde en tegen mij en zei van oké, ik denk dat ik het beter heb, ik ga gewoon jullie crushen. En niets was minder waar. Het scheelde niet veel of hij was gecrushed. Maar uiteindelijk zitten die scores wel altijd dicht bij elkaar. Dat vind ik ook een goed element. Ik kan eigenlijk niet zwijgen over alle goede elementen. Maar gewoon het feit dat hij dacht, ik ga de klus hier wel even klaar. Ik denk dat ik door heb hoe je dit spel kan breken. Hoe je dit kan spelen, zodat het onmogelijk is om te verliezen. En dat het toch niet werkte. En dikwijls ziet hij dat wel. Het zou niet het eerste spel zijn dat hij heeft gebroken. Dus ja, dat is gewoon goed om meten voor mensen die twijfelen. Is het allemaal wel in balans? Ik denk echt wel dat het spel stand houdt. Nee, duidelijke winnaar hier. Ik weet niet of jullie het gaan eens zijn. Jullie gaan ze waarschijnlijk niet alle 5 hebben gespeeld. Maar wat vinden jullie het beste? Laat zeker weten. Vinden jullie Puerto Rico nog de moeite in 2022, 20 jaar na datum? Of willen jullie het graag genoeg inruilen tegen een van de andere 4? Ik hoor het graag. En dan wil ik jullie nog bedanken voor het kijken. Abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye.